Vandaag in Terwolde bij de Bed & Breakfast, de Azen. Hoppa. Nou ja, we kunnen hier wel blijven staan kijken, maar daar krijgen we het ook niet warm van. Laten we gewoon naar binnen gaan. Nou, we gaan eens zien of we welkom zijn. Hi. Dit is de boerderij van mijn ouders, maar ik ben geen boer. Nee. En mijn man ook niet. Je hebt nu andere vee rondom. En dat is? Nou, dat zijn gasten die hier komen overnachten omdat ze bijvoorbeeld in de streek willen fietsen of omdat ze hier willen wandelen of naar de sauna gaan. Okay. En soms geven mensen hier ook een feestje. Feestjes worden gewoon hier gehouden? Ja, dus we bouwen het wel een beetje om, wat ander meubilair komt erin. En loopt het ook wel eens uit de hand? Nee, we houden het strak in de hand. Ja, hier wordt ontbeten denk ik elke dag. Ja. Nou, je hebt hier een hartstikke leuk lekker zithoekje, maar maak je er zelf ook wel eens gebruik van? Nou, eigenlijk niet. Nee, daarvoor ben ik dan toch te druk. Maar voor de gasten is het heerlijk om hier even te relaxen. En we hebben dan een koelkast met wat bier of wijn. Dan kunnen ze een lekker wijntje drinken of een biertje en een beetje televisie kijken. Ja. Of gezellig praten of een boekje lezen. Zodat ze ook bij slechtere dagen of 's avonds nog even lekker kunnen uitrusten. Ja, precies. Nog even lekker naborrelen en doen. Even het late nieuws kijken. Ja. Ja. Of naar ons. Dus je doet dit elk weekend, denk ik, of is het door de week ook van alles te doen? Nou, in principe zijn we iedere dag open, dus kunnen er iedere dag gasten overnachten. Maar als je een feest hebt tot 's avonds 1 uur, is het voor mensen die hier komen wandelen of iets, is het natuurlijk niet zo leuk. Dus dan hebben we geen overnachtingen. En hoeveel capaciteit heb je hier? Want ik zie meerdere gebouwen om me heen. Ja, we hebben aan deze kant 2 kamers, ieder met een eigen badkamer. En in het andere gebouw hebben we nog 2 extra kamers en die zitten op de verdieping met 1 badkamer en een apart toilet. Dus je bent een heel druk bezig baasje? Vrouwtje. Nou, je hebt een hartstikke mooi plekje hier. Super fijn dat we even langs moeten komen, maar ik vind het altijd voor een bakje koffie. Lekker, vind ik het ook altijd voor. Lekker, dankjewel. Komt goed. Nou, super leuk dat ik hier mocht komen om even een kijkje te nemen. En ik zou zeggen, op naar de volgende.